Bij een ongeluk op de N3 woensdagavond raakte een auto op zijn kop. Dat gebeurde nadat het ene voertuig in botsing kwam met een andere auto. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. De randweg ter hoogte van de afrit A16 is een tijdje afgesloten geweest om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval en om de boel weer netjes op te ruimen.